Jellert, jouw eerste keer hier aan de Dreef. Hoe ging het? Ja, het voelde goed. Het ging goed. We beginnen sterk aan de wedstrijd. We weten dat zij een goed voetballende ploeg zijn, maar we speelden ook heel goed voetbal. Alles verliep goed. En dan hebben we een foutje achterin en staat het direct 1-0. Dan weet je tegen zo'n ploeg, als je dit weggeeft, dat het een groot gevaar is. Maar voor de rest ging het voetballend goed en vind ik niet dat we echt onder moeten doen. Je creëerde een aantal goede kansen, was een aantal keren ook actief. Maar echt kansen creëren was een beetje moeilijk in deze match. Ja, het was moeilijk. Je speelt toch tegen een agent. Dus ze zetten alles goed vast. We bleven wel geduldig. We proberen de voetballende oplossing te zoeken. We hebben ook de kwaliteiten om dit te doen. Maar ik zeg het, alles zat goed dicht. Ook bij ons zat het redelijk goed vast. En daarom creëerden we weinig kansen. Maar we probeerden toch zo goed mogelijk te voetballen. En we moeten proberen in zo'n wedstrijd nog meer geduld te hebben. Want op een moment komen die kansen wel. Nog 2 weken, dan komt het echte werk eraan. Gaan jullie klaar zijn? Ik denk het wel. We hebben tot nu toe een hele goede voorbereiding. Iedereen staat scherp, iedereen is fit. Ik denk dat we tot nu toe ook goede trainingen hebben, goede wedstrijden gespeeld. En we worden steeds beter en beter. En ik denk dat we zeker en vast klaar zullen zijn voor de start van de competitie.